Jongens, welkom bij een nieuwe Gamers & Gear. Elke dinsdag bespreken wij natuurlijk de laatste tech gadgets en gear. Naast me zit Tom, ik ben Peter en dit is de nieuwe trustlijn. Want daar hebben we heel veel dingen van binnen gekregen. Trust had weer zoiets van, hey, rechtstreeks straight out of Dordrecht naar Gamers & HQ. Dus ja, klaar om te reviewen. In Trust We Trust, de GXT608 speakers. Hebben we ooit wel speakers besproken? Nee, volgens mij is het niet letterlijk. Nou, trouwens, van Denon, maar dat was meer een heel pakket, weet je wel. Maar dit zijn gewoon plug-and-play speakertjes voor in je PC. En dat is handig, want die hebben wij nog helemaal niet. Nee, die hadden wij nog nodig hier, dus thanks Trust. Ja. Toen dachten we, nou weet je wat, dan gooien we er ook gewoon een review van tegenaan. In Gamers & Gear. Ja, leuk. En het eerste wat opvalt natuurlijk is dat die... Illuminated is. Illuminated. Geïllumineerd. Geïllumineerd. Illuminatie confirmed. Confirmed. Zit erin. Nee, inderdaad. Het is een heel simpel setje van 2.0 speakers eigenlijk. Je hebt dan wel satellite tweetertjes erin zitten, maar geen subwoofer. En het zijn gewoon heel simpel plug-and-play. En het leuke is ook, je sluit hem niet aan met stroom, met zeg maar gewoon stopcontact, maar met gewoon een USB. Oh, daar haalt hij je stroom vandaan en vervolgens heb je gewoon een 3,5 mm jack en die prik je dan in je computer of wat je ook wil. Maar dat is wel lekker makkelijk. Het is wel makkelijk, ja, want je hoeft niet zo van, oh ja, god, weer een voedingknop of zo, hè, of een voedingstekker weer helemaal naar een of ander stopcontact te slepen, wat je niet meer hebt, omdat die allemaal vol zit met je voeding van je PC en alles. Dus je kunt hem gewoon in de trein gebruiken. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, als je laptop opgeladen is, dan kun je gewoon bam, zo gebruiken. Ja, we raden het niet aan hoor, overigens. Maar het kan. Nou, in de stiltecoupé raad ik het aan. Maar... nice. Nee, het kan inderdaad. Dus het is heel simpel, plug and play, niet al te lastig. Oké, tof. Nou, die lampjes laten we daar maar even mee beginnen. Ja, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat echt het minste punt van de hele speakerset. Ik weet dat en daar begin ik daarmee. Ja, het fijne is, ze kunnen ook uit. En daar ben ik godsgruwelijk blij mee, want Trust beweert namelijk dat de lampjes, de ledjes, gaan pulseren aan de hand van welke muziek en tonen je draait. En dat is echt je reinste bullshit. Er zitten echt, het ledje heeft zeg maar iets van 5 standen, dus uit, een klein beetje aan, iets meer aan en volop of zo zeg maar. En die gaan gewoon een beetje at random aan en uit. Ja, precies. En pulseren, dan moet hij eigenlijk elke kracht van licht aan kunnen. En dan moet het overflowen. Ja, precies. En niet in stapjes. Nee, maar ook als je gewoon een muziekje afspeelt of je bent iets aan het kijken, een YouTube-video of zo, weet ik veel. En je kijkt naar die lampjes, dan denk je van, ja, ze flikkeren gewoon een beetje random aan en uit. Maar ik kan niet erin terugzien hoe dit gebaseerd is op de muziek die ik luister. Of zo. Nee, precies. Maar kun je ze ook gewoon volledig altijd aan hebben? Dus nee. Nee, dus dat is een beetje, ja, tenzij je niks afspeelt aan geluid, dan blijven ze op één ding staan. Maar zodra je iets gaat afspelen, gaan ze klik, klak, uit, aan, een beetje, ja, dus die gaan, precies, ja, nou, die gaan uit. Nou, oké, dan gaan we naar het belangrijkste, namelijk de audio van het apparaat zelf. Het apparaat kost €60. Ja, dus je moet niet al te veel verwachten, maar ik moet zeggen, absoluut geen verkeerde boxjes. Je hebt natuurlijk geen subwoofer erin zitten, dus qua bastonen is die dan wat aan de lage kant. Nou ja, die kun je nog een beetje, je hebt daar een speciaal draaistingetje hiervoor, een potmetertje, dat je de bas iets meer open kan draaien. Oh, nice. En ik vond het op zich, het was niet alsof ik de bas heel erg miste van, oh, het is heel erg vlak. Gewoon in heel veel situaties met een muziekje, met een gamepje, met een filmpje. Gewoon erg makkelijk met gewoon het geluid. En het is, het is van, de frequentie gaat van 20 tot 20.000 hertz. Dus hij pakt gewoon een aardig bereik op. En voor €60 zijn het gewoon hele schappelijke allround speakertjes. Maar dat is wel echt heel tof. Want dat betekent namelijk dat je niet gewoon een laptopgeluid moet verwachten. Nee, het is absoluut veel beter dan een laptopgeluid. Het gaat hier om 36 watt speakers. Dus dat is de meeste laptops hebben wat 5 of 10 of zo, weet je wel. Dus ze kunnen een heel stuk harder. Ze zijn een heel stuk zuiverder. En zelfs zonder die subwoofer, je moet niet denken dat je er hardcore op kan gaan hakken. Dat het zo'n harde bas is, maar nee, absoluut voor gewoon de meeste situaties prima om te gebruiken. Oké, wat vind je van het uiterlijk van design? Het design is duidelijk gebaseerd op die andere serie die Trust al eerder deed. De 628 en de 638, waar je dan wel een houten subwoofer bij krijgt. Maar ze zijn heel erg simpel. Ik weet, dit is puur een kwestie van smaak. Ik vind het Trust logo nog steeds. Het Trust Gaming logo is zo'n schildje met vleugels. Ja. Daar ben ik geen al te groot fan van. Ik had gezegd, laat dat lekker weg en laat ze lekker super simpel. Want verder in de body zijn het gewoon lekker easy. Ja, ziet er leuk uit. Ja, dus het is niet iets is wat... Is die bovenste, is dat nou gewoon alleen maar esthetisch? Of? Nee, dat bovenste speakertje is ook echt een speakertje. Dat is de satellite speaker, zeg maar. Oké. Dus dat is, dat komt ook wel echt... Nee, het geluid, het is echt niet fake.
Nee, oké, nou, tof, leuk man. Nou, voor 60 euro volgens mij duidelijk verhaal. Ja. Gewoon goede speakers die je. En dat is echt een super groot voordeel. Overal waar je een laptop hebt kunnen aansluiten zonder voeding. Je hebt die nodig. En je kunt ook nog eventueel gewoon een speakertje of zo. Iets, of je kunt je headset er ook in. Je kunt je headset er nog in doen of gewoon je iPod of zo aansluiten als je iets anders even snel erop wil. Dus het zijn gewoon hele fijne allround speakertjes. Qua geluid absoluut niet verkeerd voor 60 euro. Dus ja, trust, goed bezig. Maar dat lampje, dat... Nee. Dat moet ik gewoon niet zeggen. Nee. Als het niet pulseert, pulseert het niet. Nee. Het gaat aan en uit. Vijf standen die random aan en uit gaan, is niet dat je zegt reageert op muziek. Dus, nee. Ja. Nou goed, die reageren wel op muziek. Of ook niet. Ook niet eens op de maat. Nou nee, het lijkt alsof hij 2 seconden achterloopt en dan alsnog kan ik er geen logica in vinden. Okay. Nou, dan hebben we het daar niet meer over. Laat ze uit. Dan heb je fucking goede of fucking goede speakers voor... 60 euro. Voor 60 euro. Prima. In trust, wie trust? Mooi. Ding, ding.